Welkom allemaal weer bij onze Brasa Life Change Studio. Live met een interview met een heel bijzondere vrouw, Laura Elsman. Zoals jullie weten, ik ben Shirley Deetman, oprichter en eigenaar van de Brasa Life Change Club en ook van de Next Level Success Academy. Middels deze interview ga ik haar 5 vragen stellen die haar waar ze dus uitlegt hoe ze haar journey heeft ervaren om te komen als ondernemer waar ze nu is. Natuurlijk, je ziet natuurlijk de succesverhalen, hè, aan de buitenkant, maar daarvoor zijn er natuurlijk een aantal stappen die je moet doorlopen om te komen waar je bent en hoe je daar onderweg mee bent omgegaan. Ik noem het ook de 5 sleutels of next levels van jouw succesroute. Nou, ze staat in de waiting room en ik ga haar er zo bij halen. Verder ga ik haar aan de hand van deze 5 vragen, ga ze dus haar eigen inspirerende verhaal vertellen aan jullie luisteraars en kijkers. Nou, ik ben heel blij dat ze al klaar staat. Ja, welkom, Laura Elsman. Hi Shirley. Hallo, hallo. Fijn dat je tijd hebt gemaakt en ruimte in je drukke agenda. Je weet het, als onderneemster, dan heb je allemaal planningen, maar ook planningen voor jezelf, hè? Wat heel belangrijk is. Absoluut. Dankjewel voor je uitnodiging. Heel leuk om hier te zijn. Ja, graag. Jij ook bedankt. Jouw interview ga ik houden aan de hand van 5 vragen. Mm-hmm. En die 5 vragen gaan over me, myself, my life, my mission. Nou, dat is eigenlijk een soort blauwdruk dat geeft over jouw identiteit, jouw drive, wat je heeft gebracht tot waar je nu bent. Yeah. Hoe ben je onderweg daarmee omgegaan met al die dingen? Nou, we gaan eerst beginnen bij stap 1. En dat is, next level 1 noem ik dat. Dat is dus me. Jouw identiteit. Mm-hmm. Ik zeg niet altijd hoe heet je, want je bent meer dan je naam. En het is zo dat we vanaf onze geboorte, dat we hier in deze wereld terecht zijn gekomen. Ik zeg altijd, het zaad zit al in je. Het is iets wat tot bloei moet komen in de juiste omgeving. Nou, als je geboren wordt, dan kom je in een gezin waar je ouders, dat zijn jouw eerste rolmodellen. Hè? Kunnen ook pleegouders of wie dan ook, waar dan ook. Maar dat is toch iets, tot je 7e jaar ga je gewoon dingen kopiëren. Hè? Ja. Ik denk dat dit is het, dit is de wereld, zo moet je omgaan. En totdat je dus naar school gaat, je gaat, komt bij mensen thuis, je wereld wordt breder en je pikt andere dingen op. Van, nou, nu ben je een volwassene vrouw, dus geconditioneerd, ja, dat is niet meer zo. Mm-hmm. Het is wel iets wat onbewust nog doorloopt in jouw leven, maar dat is inderdaad jouw inspirerende verhaal van als je, dat stemmetje of... He, van, maar ik wil dit. Dat is waar je de luisteraars en de volgers mee gaat inspireren. Van, hoe komt toch zo'n succes? En succes is natuurlijk persoonlijk. Maar dan willen we graag weten van, wie is Laura? Nou, wie is Laura? Ja, goede vraag natuurlijk. Wie mij niet kent, ik ben dus Laura Elsman. En ik ben op dit moment video- en businessstrateeg voor fijngevoelige vrouwen die met video aan de slag willen en dat best wel heel erg spannend vinden. Want ja, video, dan wordt het echt, zeg maar. En ik help vrouwen om op een slimme, liefdevolle manier video in te zetten voor de business, zodat je uiteindelijk ook echt klanten naar jouw aanbod krijgt. En dat vind ik heel fijn om te doen. En dat is niet zomaar ontstaan. Dus wat je zegt inderdaad, hè, vanuit mijn jeugd op wie ik ben. Dus dit is eigenlijk wat ik nu doe. Maar waar dat vandaan komt, is omdat ik
ja, vroeger als kind was ik teruggetrokken. Ik leefde een beetje in mijn eigen wereld. En ik schreef altijd alles op. Dus eigenlijk was ik toen al een soort van verslaggever van mijn eigen leven. Ik schreef brieven en dagboeken. En dat heeft mij ook heel erg gemotiveerd om naar de school voor journalistiek te gaan. Waar ik dus verhalen kon gaan vertalen. En daar vandaan ben ik in de televisiewereld eigenlijk gerold. Ook weer verhalen gaan vertellen. Maar dat komt allemaal vanuit mijn persoonlijke voorkeur voor schrijven en verhalen vertellen. Dus ik ben nu video's aan het maken voor vrouwen en ik help ze daarbij. Maar ja, dat komt eigenlijk vanuit mijn jeugd, omdat ik gewoon graag verhalen wilde delen en vertellen. Ja. Nou, zo, dan zijn we al een heel stuk verder van, dus wat eigenlijk, ja, kan je wel noemen je passie. Want je deed het gewoon. Niemand zat er achteraan. Je moet dit, je moet dat. Het was misschien ook een manier van, een soort reflectie van wat je gevoelens, wat je meemaakte. En dan ging je gewoon schrijven. Ja, ik had een uitlaatklep nodig. Dus wat ik dus deed was dagboeken schrijven. En wat ik heel erg leuk vond was om daar later op terug te kunnen kijken. Dus schrijven was voor mij een passie. En die verhalen opschrijven, zodat ik dat voor later nog terug kon lezen. Dan weet je nog, toen ik 8 jaar was, toen ben ik al beginnen te schrijven. En daarom, gewoon vanwege het delen van de passie voor verhalen, ben ik dus naar die Academie voor Journalistiek gegaan. Ja. Mm-hmm. Nou, het is wel mooi dat je in ieder geval die ruimte kreeg om in ieder geval jouw eigen keuze te maken. Want dat geldt niet vanzelfsprekend voor heel veel vrouwen of meisjes. Want nee, het is niet van jou. Wat ga je daar? Je kan liever een wat maar dokter Handels of wat dan ook. Hè? Nou, dat zei mijn moeder ook wel. Want van wat kan je nou eigenlijk met journalistiek? Kan je daar wel goed geld mee verdienen bijvoorbeeld? Dat is wel vanuit het familiebestaan bij ons wel een belangrijke vraagstuk altijd geweest. Van kan je ook geld verdienen met hetgene wat je doet? Dus ik ben uiteindelijk bij de televisie terechtgekomen. En ook daarna heb ik mijn eigen business opgestart. Maar toen helemaal aan het begin vroegen mijn ouders ook steeds van, kan je daar wel geld mee verdienen? En mijn zus vroeg het, kan je daar wel geld mee verdienen? En verdient dit al wat? En dat is een van de drijfveren van huis uit. Als kind hadden wij helemaal niet zo veel geld thuis. Dus daarom legden ze daar eigenlijk altijd de nadruk op van, gaat het wel goed met je? Die bezorgdheid, zeg maar. Want misschien even voor de achtergrond, we zijn echt door een diep dal gegaan, zeg maar, financieel. Maar toen was ik inmiddels al 15. En toen, mijn vader was ook zelfstandig ondernemer. En ja, die ging maar door met zijn passie voor ondernemen. Maar had weinig echt gedegen inkomen. Dus wij als gezin met 3 kinderen hadden daar behoorlijk onder te lijden. Dus er was eigenlijk nooit geld. En op een gegeven moment, in het dieptepunt, zeg maar, hebben we ook een jaar lang zonder elektra gewoond. Dus kon de rekening gewoon niet betalen. En hebben we in het geheim, we moesten dat verhaal ook echt voor onszelf houden. Vanuit schaamte hebben we een jaar lang in het donker geleefd. Dus zonder licht in de douche. Zonder een koelkast. Zonder een stofzuiger. Weet je, dat is gewoon, dat hakt er best wel in. En dat verhaal heb ik eigenlijk ook heel lang met mezelf meegesleept. Omdat ik daar niet mee naar buiten durfde te komen. Dus door, aan de ene kant denk ik dan van, ja, heb ik meegemaakt, heeft me heel veel geleerd. Weet je wel, daardoor ben ik ook sterker geworden. Ja, wauw. Wat een inspirerende verhaal. Dus luisteraars, hè, waar je ook bent, in welke fase je zit, er is altijd licht in the darkest night van je life. Hè? Absoluut, ja, dat klopt helemaal. En het is ook van, ik vind altijd, mijn moeder is altijd inspirerend voor mij geweest van, kom op, je kan het wel. Van, ga juist, pak juist je kansen die je in je leven hebt. Moet je kijken wat voor kansen je voor jezelf kunt creëren tegenwoordig. En zij, ik was dus een verlegen meisje en zij gaf mij juist die spirit om mijn kansen te pakken. En niet jezelf te zien als een slachtoffer, want dat helpt niet. Mm-hmm. En juist te kijken van, wat heb ik hiervan geleerd? Wat wil ik nooit meer in mijn leven? Maar wat wil ik juist wel? En dankbaar te zijn voor al die mooie lessen die je hebt geleerd. Dat is echt heel waardevol.
Zeker. En je bent een pracht van een vrouw. Je straalt ook die kracht uit. En je kan vertellen, I've been there already. Precies, ja. Inmiddels gaat het gelukkig wel heel goed met mijn bedrijf. Maar dat, ja, dat heeft best een lange aanlooptijd gehad. Ik ben inmiddels 11 jaar ondernemer. En ja, de eerste 5 jaar van mijn bedrijf waren een behoorlijke struggle. Dus dat heeft mede te maken met dat ik mijn verleden niet kon loslaten. Ja, onbewust ja, wordt het een soort stemmetje of belemmerende overtuiging van geld, hè? Geld, ja. Ja, want eigenlijk wat mij heel erg blokkeerde was het idee dat als ik bijvoorbeeld geld zou uitgeven, dat geld dan weg was. Mm-hmm. Ja. Terwijl als je ondernemer bent, dan dien je juist te investeren, zodat je die volgende stap ook weer kan maken. En daar heb ik mezelf heel erg lang in tegengehouden. Ik durfde niet te investeren. Ja. En juist toen ik ging investeren, toen dacht ik van oké, nu snap ik het. Nu kan ik mezelf ontwikkelen. Nu kan ik veel meer mijn klanten gaan helpen. Dus door business trainingen te doen, door interessante trajecten van persoonlijke ontwikkeling aan te gaan. Ja. En toen kwam het geld ook weer helemaal terug. Dus ja, dat is gewoon geweldig dat ik dat heb kunnen loslaten. Ja, nou, ik herken dat wel. Weet je, zeker als interculturele vrouw, we leven tussen meerdere culturen of samen met andere culturen. Culturen als er nou, ik heb ook 33 jaar in een mannen gedomineerde cultuur gewerkt. De brandweer, politie, advocatuur. Maar ook cultuur van, hey, woon je nou in een dorp of woon je in een prestige woonwijk, waar een bepaalde image en status. Ik woon in het Gooi, dus wat dat betreft bepaald image. Ja. Ja. Dus de druk van buiten, dat is best wel hoog. Hè? En ook, ja. Weet je, je moest al zo in die tijd, 15, hè? Nou, dan ben je al een beetje in je puberteit. Je bent al op zoek naar je identiteit, maar je durft niet uit je comfortzone, omdat, weet je, je hebt juist dat meegemaakt. Dus dan, ja. En ja, toch wel mooi dat je zegt dat je moeder je toch empowerde van, hey, weet je, voel je niet als slachtoffer? Maar zoek gewoon de zon op, bijvoorbeeld. Ga gewoon ervoor. Ja. Ja, ik was echt verlegen. Ja, dat kan je nu misschien niet meer voorstellen. Maar ik was echt een bescheiden meisje. En ik hoefde niet zo snel in de spotlights te staan. En zij zei juist tegen mij van, kom op Lau, ga vooraan lopen. En ik moest meedoen van haar met de misverkiezing. En ik dacht van, mijn god, dan ga ik toch niet op zo'n podium staan. En zij zei van, ja, dan krijg je dus kansen. Dan word je gezien. Dan kom je misschien wel in de krant. Of dan krijg je misschien een baan, want ik was 15. En ja, ik ging natuurlijk heel snel werken om geld te verdienen. Dus zij zag mogelijkheden. Waar is het wel? Ja, echt super gaaf. En daar heb ik heel veel van geleerd. En uiteindelijk ook gekeken van oké, ik laat dat wat zij vindt daarbij haar. Voor mij was het wel lastig om mezelf los te worstelen, om zeg maar die navelstreng door te knippen. Mm. Dus eigenlijk als kind wilde ik altijd mijn ouders toch wel pleasen. En ik vond het best heel lastig om zelf als ondernemer over het succes van mijn vader heen te komen. Snap je wat ik bedoel? Oh ja, ja. Dus daar heb ik zo lang mee geworsteld van hoe is het mogelijk dat een kind haar eigen ouders overstijgt? Dat kan eigenlijk niet. Ja, ja. En dat mocht ik liefdevol gaan loslaten. Oh, wat een impact heeft dat gehad, hè? In die fase dat je identiteit zoekt en toch, weet je wil die kant, maar je voelt je toch schuldig. Of stukje terug, weer naar voren. En, nou, op de duur heb je toch wel een bepaalde rolmodel buiten je, hè? Je comfortzone gevonden of gezien als televisie of wat dan ook. Continu als je dus van buiten krijgt van, nou, zou je het wel doen? Of geld, dat is echt vies. Dat is meer voor oude dag later, niet voor nu uitgeven. Of, nou, in ieder geval, allemaal overtuigingen die je meeneemt. En dan komen we dan bij vraag 2, dat is myself. Van, ja, hoe ga je mee om? En hoe trek je terug? Heb je bepaalde rituelen om toch je geloof vol te houden? Van, hey, dit is het plaatje wat ik zie. En meestal heb jij het plaatje, helder. Maar de mensen waar je in zit, die zien dat niet. Aha. En dat is jouw drive, jouw focus. En meestal zeggen ze ook van, als het van jou is, is het van jou. Dus jij moet je eigen pad gaan volgen. En dat heb je ook gedaan. Maar toch,
het is best wel pijnlijk. Soms moet je gewoon mensen achterlaten om uit die comfortzone te gaan. Want anders groei je niet. Als je hetzelfde doet wat je deed. Ja, 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 ja. Dus op die momenten, die pijn, die struggling, die taboe. Ja, waar kan ik beginnen? Weet je, op een gegeven moment had ik inderdaad een vaste baan bij de televisie in Rotterdam. En had ik een goede auto en ik had een huis gekocht samen met mijn zus. En dat was eigenlijk, zat ik er gewoon stabiel en goed bij. En ik dacht, ik ben veilig en het is helemaal oké. En maandelijks kreeg ik gewoon mijn salaris gestort. Maar wat gebeurde er? Die zender, die televisieomroep waar ik werkte, die ging failliet. En je bent eigenlijk dus nooit veilig in een loondienstbaan. Je kan op straat gezet worden, je baan kan stoppen, je werkgever kan stoppen. Dus toen heb ik echt voor gekozen om zelfstandiger te worden. Ik was heel erg snel van, ik ben helemaal overtuigd dat ik dit succesvol ga maken. En ik ga een fabulous business van mijn bedrijf maken. Echt een krachtig bedrijf waar ik zelf heel erg blij van werd. En dat ging in het begin, ging heel goed. Ik mocht zelfs Maxima filmen in een event in Rotterdam, heel dichtbij. En ik dacht echt, wauw, wat een gave mogelijkheden heb je als filmer. En ik mocht alles verslaan, dus weer die verslaggever in mij. Tot ik op een gegeven moment toch heel veel instabiliteit in mijn bedrijf had. Dus soms was ik heel druk en kon ik facturen sturen. En een andere moment was ik helemaal ingestort. En had ik helemaal geen opdrachten. Terwijl ik zelf in mijzelf nog steeds had, ik wil een fabulous business. En ik dacht van, dat zit toch allemaal in mij, want ik heb opleidingen gedaan en dingen. Maar mensen om mij heen, die gingen dus vragen stellen van, verdien je al? Nee dus. En op een gegeven moment, toen ik dus mijn persoonlijke verhaal nog een keer onder ogen ging zien, toen dacht ik van, wat zijn nou echt mijn drijfveren? Toen ging ik er veel meer voor. Toen dacht ik van, oké, dit zijn mijn drijfveren. En, maar dat komt toch heel erg op je af eigenlijk. Het is zo'n groot iets. En het overweldigt je soms van hoeveel mogelijkheden je dan niet hebt. En het kan ook heel erg zwaar voelen. En dan op zo'n moment, dan laat ik alles los. Dan denk ik van, oké, wacht even. Dan ga ik het even van een afstandje bekijken. Dus dan ga ik bijvoorbeeld wandelen. Of ik ga mijn huis opruimen. Of ik ga lekker voor mezelf zorgen. Het is gewoon zo belangrijk om je eerst goed voor jezelf te zorgen. Voordat je inderdaad zo'n je onderneming kan neerzetten. Dat je echt voor je body, je mind en je soul. Dat mag meer in flow zijn. En dan ga je dingen helder zien. Ja. Yeah. Nou, dat voordat je al die dingen, laten we zeggen, de puzzels eigenlijk een beetje in elkaar kan zetten. Hè? Allemaal losse dingen. En dat het dan ineens logisch voor je wordt. Mm-hmm. En als je eigenlijk die formule al ziet, hè, wat het betekent om succes te hebben. Dat is niet gelijk zo met een paplepel en het is een bam. Nee, al die skills, die lessen die je onderweg meemaakt. Die bereiden je eigenlijk al voor het grotere werk. Wat je staat te wachten. En dan kan je het ook aan. Ja, maar het is ook, ik heb ook heel veel fouten gemaakt. Weet je, ik heb nu een goed lopend, succesvol bedrijf, gelukkig. Met leuke klanten. Allemaal vrouwen die ik help met video's maken. Maar dat was dus eerder niet zo. Maar dat geeft niet. Want dat is een pad dat ik heb bewandeld. Waarin ik keer op keer mijn neus heb gestoten. Van, dan ga ik samenwerken met die. Oh, we gaan dat uitproberen. Oh, zullen we eens koffie drinken om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En ik heb alle netwerken heb ik afgelopen. Ik ben van alle clubs ben ik lid geweest. Tot ik op een gegeven moment gierend gek werd. En ik dacht van zo, en nu moet ik het gewoon zelf gaan onderzoeken. Van wat is er voor nodig om een betere businessstrategie toe te passen. En wie kan me dan vertellen hoe ik meer mijn spotlight kan claimen. Hoe ik echt mezelf succesvol kan maken. Ja. En dat betekende, wat ik heel spannend vond, investeren in mezelf. In trainers waar ik blij van werd. En die ook de juiste vibe voor mij hadden. Ja, wauw. Ja, inderdaad. Want er zijn genoeg online trainers en goeroes
die dan allemaal vertellen hoe het allemaal moet. Maar als het niet in jouw gevoel binnenkomt, dan werkt het niet. Ja. Als ik er niet enthousiast over word, of als ik me er niet fabulous bij voel, dat ik er blij van word, dan werkt het niet. Ja. Nou, je hebt dus ook daardoor voor jou ook helder van... Kijk, als je weet waar je naartoe wilt en je weet wie je bent, dan maakt het niet uit wat mensen van buitenaf, of je gaat je ook niet meer eens vergelijken met die guru of dat en dat. Je kent zijn story niet. Het is de buitenkant. Hè? Maar je blijft dicht bij jezelf. Want jij doet het toe. Jij bent uniek. En als mensen met jou in zee willen gaan, is dat door jou. Identiteit, want dat is echt. Dat is ook de energie die je uitstraalt. En die mensen reageren daar ook mee. Ja. Hè? Op jouw flow. Ja, mensen moeten ook vooral moeten het leuk vinden om met jou samen te werken. Ja. Die moeten ook jou voelen. Jouw energie goedkeuren, zeg maar. En ze moeten er blij van worden. En ik vind het echt fantastisch bijvoorbeeld, want vrouwen vinden bijvoorbeeld video heel erg lastig. En het voelt zwaar. En dan denk ik, kom op, waarom? We gaan er een feestje van maken. Het mag leuk. Ja. Dus dan neem ik ze mee op een dagje uit, bij wijze van spreken. En dan ga je samen teksten schrijven. En dan ga je samen voor die camera oefenen. En dan ga je lekker los. En dat is hartstikke leuk, weet je. Zo van, nou, waarom moet het allemaal zo zwaar? Dat hoeft niet. Ja, dat is wel zo, hè. Dat is wel zo. Ik herken dat. Soms ben je zo van, oh, ik moet dit, ik moet dat, ik moet perfect zijn, ik moet uniek zijn. Maar je bent het al. Je hebt alles al in je. Het moet alleen in de juiste omgeving, met de juiste mensen, uitkomen. Klopt. Ja, en we zijn ook zo fijngevoelig, hè. We willen het natuurlijk allemaal graag gelijk goed doen, maar dat kan niet. Je kan niet alles gelijk goed doen. Dus ik merk gewoon heel erg die fijngevoeligheid bij veel vrouwen. Dat ze toch angst hebben om het om afgewezen te worden. Zo van, nee joh, zeg je toch niet zo? Dan denk ik, oké, maar dan denk ik, wees niet bang om hulp te vragen. Ja, dat is het. Ga Eigenlijk blokkeren we onszelf, hè? Ja. Ja, gewoon hulp vragen. Iemand die de road al heeft, hè, gevolgd. Weet je, dat scheelt. Het is ook leuker om samen te werken. Ja, eentje, ja. Je hoeft niet alles te weten. Nee, klopt. Weet je? Maar gaandeweg op het pad dat je al helder voor jezelf hebt, ontmoet je ook de juiste mensen. Want je staat er open voor. En je staat er open voor hulp van, hey. Nou, en dan, warempel, heb je ineens een contact? Maar dat was juist op het juiste moment. Of, geweldig. Dat is gewoon zo. Ja, dat merkte ik ook toen ik echt er tegenaan liep om mijn business naar een hoger level te brengen. Dan heb je gewoon een goede business coach nodig. En wie je dan kiest, is degene waar jij blij van wordt. En ik noem mezelf nu ook video- en business-strateeg. Dus mensen komen nu ook naar mij toe om hun business naar een hoger level te brengen. Maar dat is zo gaaf dat ik mijn kennis weer met die vrouwen kan delen. En dat kan doorgeven, want je hoeft het niet alleen te doen. Ik heb jarenlang in dat achter mijn eigen staart aangerend. Ik was dus alles in mijn eentje aan het doen. Ik dacht van, ja, ik moet dat gewoon toch kunnen. En video's maken, en mijn website, en mijn sales, en events organiseren. En dan komt het weer, hè? Komt dat geld weer. Als ik alles zelf doe, dan hou ik meer over. Precies. Terwijl als je het delegeert, uitbesteedt aan een specialiste of wie je vertrouwt natuurlijk, die jouw missie helder hebben, dan stroomt het juist meer. En dan kan je, waar je in krachtig bent, juist meer potentie geven. Absoluut. Knallen. Ja, en ik denk ook van, als je ergens naar op zoek bent, zoek die mensen op die jou echt verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld, ik zoek ook nog steeds hulp. Dus hulp zoeken is niet een falen. Dus als ik bijvoorbeeld een video-challenge organiseer of iets online zichtbaar wil maken, dan heb ik een expert nodig die mij kan helpen met mijn Facebook-advertenties. Dat ga ik niet zelf allemaal uitzoeken. Dan wil ik dat iemand anders voor mij doet die er verstand van heeft. Zodat mijn Facebook-advertentie ook een succes wordt. Want als ik het zelf zou doen, dan zou ik helemaal veel minder bereik hebben. En dat zou het gewoon niet aankomen. En dan denk ik, ja, dan zit ik mezelf in de weg. Omdat ik dus dat geld niet uit wilde geven. En een dag helemaal 24 uur. Dus als je bezig bent met andere bijzaken, dan kom je niet goed uit de verf van wat je eigenlijk wilde neerzetten.
Dus dat zijn allemaal afleidingen. Het zijn allemaal afleidingsmanoeuvres. Inderdaad. Ja. I know that. Myself. Right. Nou ja, dan komen we bij vraag 3. En dat is next level 3, zeg ik altijd. Dat is my life. Dus we hebben het gehad over, ja, je bent hier op aarde gekomen. En je voelde dat er iets groter was dan wat je wilde. Mm-hmm. Dan waar je gevormd werd. Je geconditioneerd. Dan gaandeweg, ja. Je weet elke keer als je uit je comfortzone wil gaan. En ook doe, hè, want het is doen, doen, doen. Dan heb je ook weerstand en conflict. Want weet je, het is ook een proces, hè, die overgang. Mm-hmm. Maar als je daar elke keer mee te maken krijgt, dan krijg je ook een bepaalde manier van hoe je daarmee omgaat. Hè. Je zei, je gaat naar buiten of je gaat even dan aandacht aan jezelf besteden. Weet je, even. Hè. Ik zeg het altijd, de me, myself, I time. Hè. Ja, klopt. Even weer opladen, want het trekt allemaal energie van je, hè? Mm-hmm. Terwijl je die energie juist nodig hebt voor jezelf. Dan heb je ook inderdaad dat je dan komt van, nou hé, hey, nu, dit is het leven wat ik wil. Zo zie ik het voor me. En zo wil ik het invullen. Zo wil ik het inkleuren. Ik wil die mensen ontmoeten. Ik wil misschien dat huis. Ik wil misschien gaan reizen. Ik wil, maar ja, dat betekent wel dat je het voor jezelf wel helder moet hebben. Mm-hmm. Hè? Ja. Je grenzen aangeven. Mm-hmm. En weten, wie geeft je energie en wie trekt energie van je. Ja. Zodat je niet op dat pad blijft wat je wil volgen. Dus mm-hmm. Wat was de wake-up call? En volgens mij heb je al iets laten doorsluimeren in al die verhalen. Van dat je denkt van, nee, nu is het genoeg. Dit is zoals ik het wil. En ja, ik ga gewoon voor. No matter what. Dit is mijn leven. Ik heb er recht op. Het is mijn geboorterecht. Ik heb niemands toestemming nodig om het leven te leiden die ik wil. Ja? Want er zijn twee dingen zeker in het leven. En dat is, je bent nou eenmaal hier geboren. That's it. En je gaat het ook weer verlaten. Mm-hmm. En daartussen, dat is hoe jij het zelf invult. Dus we willen graag weten van, wat bracht je van, hé, hey, nou, zo wil ik mijn leven invullen. Dit ja. Nu ben ik er klaar mee, nu is het ook bam! Ja, ik weet het nog wel. Ja, ik weet nog wel dat moment dat ik inderdaad er ontzettend van baalde. Dat ik na 5 jaar ondernemerschap met mijn opleidingen en met mijn... Ja, met mijn ervaringen. Dus, hè, dus ik had Maxima gefilmd en ik had best wel hele goede dingen gedaan. En ik had best wel een leuk portfolio opgebouwd. Maar ik had dus nog niet genoeg klanten om echt te zeggen van, nou, nu ben ik succesvol, nu ben ik blij, nu kan ik nu heb ik rust over mijn bankrekening, nu kan ik gewoon alles betalen waar ik zin in heb, zeg maar. Nou, niet alles, maar de diamond ring, dat was nog net niet wat ik... dat, ja, dat is even een uitzondering, maar... Bucketlist. Ja, bucketlist. Ik weet nog wel dat ik met mijn moeder aan de telefoon was. En niet om te klagen, maar gewoon even om mijn hart te luchten. Van, ik ben het nu zo zat. Deze armoede waar ik als ondernemer in leef, dat ben ik nu zo zat. Dat heb ik al genoeg meegemaakt in mijn leven. En ik denk dat ik... Ja, dus 5 jaar geleden, dus toen was ik 35. En toen heb ik echt wel het besluit genomen van, ik wil nu echt ervoor gaan. En wat ik daarna... Dus toen viel bij mij het kwartje van dat verhaal van vroeger, van wie ik vroeger was en wat ik als kind heb meegemaakt. En die belemmeringen, daar moet ik doorheen. En daar ben ik aan gaan werken in persoonlijke trajecten. Maar ook zeker een van de dingen die ik gedaan heb, is naast investeren... is me omgeven, omringen met vrouwen waarvan ik dacht, zij snapt het. Zij heeft een positieve vibe. Met haar wil ik werken of bij wijze van spreken vriendinnen zijn. Dus omgeef je met mensen waar je echt energie van krijgt. En stop met zoeken bij netwerken of mensen waar je ja, waar de flow er niet in zit voor jou. En toen ik dat deed, dus me omgeven met die mensen. Toen nodigde ik ook die mensen uit om naar mij te komen, in plaats van dat ik overal achteraan ging.
pakte ik het leiderschap van nu ga ik netwerkevents organiseren. Of in mijn geval etentjes waarbij vrouwen gingen netwerken. Dus, maar er waren nog steeds blokkades van ik durfde niet echt naar buiten te komen met video's. Ik durfde niet te vragen van zo, dames, en nu gaan we video's maken. Dat durfde ik niet. Dus dat heeft bij mij ook een langere aanlooptijd gehad. Dus zelfvertrouwen is ook belangrijk om dat continu alert op te zijn. Geloof ik in mijn product? Geloof ik in mijn missie om vrouwen zelfstandig ondernemer, zelfstandig financieel onafhankelijk te worden? Geloof ik daar nog steeds in? En daar vol voor te gaan. Ja. Dus wat ik wilde is niet video's maken. Ik wilde die vrouwen financieel onafhankelijk maken. Mm-hmm. En dan is dat video maken een middel? Eigenlijk wel. Want door jezelf op video te laten zien en ook de strategie toe te passen, waardoor jouw kijkers klanten worden, daardoor heb je uiteindelijk meer omzet, meer resultaten. Ja. Alleen dat is wel iets wat je voor jezelf moet claimen. Van oké, ik ga daarvoor. Dus keuzes maken, duidelijke keuzes maken. Mooi. Nou, wat ik zo mooi ook vind, als je je verhaal hoor, is dat jij, weet je, en dat heb ik ook hoor, van, nou, je gaat zelf kansen creëren. Klopt. Je gaat zelf... En ook zelfs geld creëren, Shirley. Geld creëren, dat kan ook. Want toen ik dus die netwerkavonden ging organiseren, toen dacht ik, maar daar ga ik iets voor vragen. En niet alleen om de kosten te dekken, maar ook om extra bij te verdienen, zodat ik dat weer kon gaan investeren in bijvoorbeeld een assistent of iemand die mij kon helpen met, noem het maar, Facebook advertenties. Dus door creatief en ondernemend te denken, kan je gewoon meer geld creëren elke keer. Ja, nou, dan gaat het lopen, hè? Dus absoluut. Zonder geld kom je nergens. Want als je echt geblokkeerd wordt omdat je geen geld hebt of niet durft uit te geven, ja, dan kan je ook niet vervolgstappen maken. Al is het maar een paar honderd euro die jij aan een trainer uitgeeft of aan een leuke workshopdag of weet ik veel, daardoor kan opeens het licht bij jou aangaan. Dat je dan zegt van, hé, en nu ben ik super gemotiveerd om er echt voor te gaan. Ja, en dan kan het ineens heel snel gaan. Klopt. Net dat stukje wat je dan net die push gaf. Ja, ik weet nog bijvoorbeeld de eerste keer dat ik 150 euro aan een event uitgaf, vond ik super spannend. Toen dacht ik, wauw, wat vragen ze veel geld hiervoor. Maar inmiddels vraag ik het dubbele voor mijn eigen event, weet je. En dat is nog maar een paar jaar geleden. Dus toen ik over die brug kwam om 150 euro uit te geven, daarna dacht ik van oké, en nu? En what's next? En dan ga je steeds hoger in je succeslevel. Ja. Weet je, omdat je ook... dat vind ik ook heel mooi. Als je coach hebt. Is inderdaad, dat geld is energie. Hè? Dus het is niet het geld. Het is de story achter het geld. Hè? En als je die story ook verandert, dan is geld gewoon maar een middel. Weet je, als ik een impact wil maken op mensen, kan het in een klein groepje zijn van vier. Maar als ik in een heel land wil, of heel de wereld, dan zou ik toch meer geld moeten maken om een grotere impact te kunnen hebben. Want dan moet je ook veel meer regelen, veel meer uitgeven. En als dat, weet je, als je dat altijd voor over hebt, dan weet je dat geld, dat is gewoon energie. Je wil meer mensen helpen, dus dan heb je ook een grotere impact. Ja. Nou ja, ik hoorde het vandaag nog iemand die zei van, iemand vroeg of ik gratis voor haar iets wilde leveren. Dus maakt even niet uit wat zij precies deed, maar of ze even gratis iets voor haar wilde doen. En daar was ze ook zo klaar mee. Ze zegt van, ja, maar ik ga toch niet gratis dingen doen? Zeg, kom op. Want dat voelt als waardeloos, alsof jij niet gewaardeerd wordt. Maar geld is nooit jouw drijfveer. Alleen, er mag echt iets tegenover jouw waardevolle bijdrage staan. En dat is geld. Dus die uitwisseling moet kloppen. Ja, het is gewoon een ruilmiddel. Jij betaalt voor de waarde die jij levert. Klopt. Ja? En dus dat nooit, nooit gratis gaan werken. Nee. Want weet je, die gratis mensen... Dat zijn die mensen waar je je niet mee wilt omgeven. Dan zit je in dat cirkeltje. Ik weet nog wel dat ik daar inderdaad in dat cirkeltje zat. Nou, ja? Oh ja. Gelukkig ben ik eruit.
Ja. Nou, ze zeggen dat ook van als je business wil groeien. Dus wel leuk, families enzovoort. Maar daar moet je niet op gaan richten. Want dat is toch een andere energie en sfeer. En weet je, je moet je echt richten op de mensen die kiezen voor jouw product. Omdat het waarde is voor hun, weet je. En niet omdat je aardig of leuk bent of ik ken je. Want dan wordt het altijd vervelend. Hè? Dus, heel mooi. Ja, dat is inderdaad jouw droomleven. Waar wil je wonen? Waar wil ik wonen? Wie wil je omringen? Ja, want dat is je leven, hè. Dus je hebt nu over dat geld en dat geld. Nou, daar heb je dat geld. Dan leef je al in overvloed. Hè? Hoe zie ik dat? Dus geld geen issue meer. Nee. Als dat voor mij zo was. Ja. Mijn droomleven, jouw leven. Ja, mijn droomleven. Ja, mijn droomleven is ergens in een warm oord wonen. Oh, dat lijkt me zo heerlijk. Dat ellendige moeras van Nederland verlaten. Maar het altijd regent en de mensen zo zeiken. Dat klopt. Het weer, hè? Ja, het weer en het zeikt van het zeikt, zeg maar. Dus ergens een lekkere plek waar ik mezelf kan zijn. En weet je, ik heb ook een familie en tuurlijk, maar ja, het is gewoon echt belangrijk om je eigen plekje te hebben. Waarin je alles zelf mag bepalen. Dat is het belangrijkste. En waar je ook ter wereld woont. Dat jij jouw eigen vibe kan creëren. Dat je je eigen keuzes kan maken. Dus de vrijheid dat het ook schept. De vrijheid, ja. En waar je je lekker voelt. Waar je, vooral de mensen met wie je daar bent ook. Dat is voor mij belangrijk. Dus ik heb bijvoorbeeld ja, mijn partner, mijn vriend Renier. Die zet mij op een voetstuk. Daar ben ik blij mee. Dat hij mij hoog heeft zitten inmiddels. Ja, en, zoals het hoort. Ja, zoals het hoort. Ik word gewaardeerd. Ja. Dus dat is gaaf. Hij heeft mij ook echt zien groeien. Want we hebben ook echt wel ruzies gehad. Van, nou, zover ben je nog niet. Weet je wel. En ik zeg, ja, ik kom er wel. Ik kom er wel. Dus wel gewoon mensen die jou steunen. Ja. En ja, op een... En dieren ook waren op die verschillende momenten in je leven. Wat zeg je? En die er ook waren op al die verschillende hè, levels van je leven. Dalen en ups en downs. Nou ja, ik ben ook dankbaar voor de mensen die op mijn pad waren. Weet je wel, van die me ook lessen hebben geleerd. Ook al waren het de mensen van gratis en eindeloos netwerk en kopjes koffie drinken. Die hebben mij ook dingen laten zien. Dus daar ben ik ook dankbaar voor. Ja. Absoluut. Maar in mijn droomleven heb ik gewoon lekker mijn eigen plek gecreëerd. En liefste dat ik en alleen kan zijn, maar ook mensen kan uitnodigen. Dus vrouwen naar me toe kan komen, gave dingen organiseren, genieten, een zwembad, een uitzicht. Als je als werken, hè? Dan is het gewoon heerlijk. Je werkt dus niet in je bedrijf, maar aan je bedrijf. Klopt. Dan loopt alles al een beetje hè, smooth. Ja. En dan door die overvloed kan je dan meer daarbuiten doen, maar dan zonder druk, gewoon leuk. En... Ja, want ik was dus eigenlijk eerst alleen maar aan het één-op-één werken. En dan werd ik eigenlijk op een gegeven moment ook heel moe van. Dus wat ik toen gedaan heb, is dat ik mezelf meer als trainer ben gaan zien. En mijn tijd anders ben gaan indelen. Dus dat ik bijvoorbeeld één keer in de week een hele groep mensen coach. Ja. En af en toe een live event geef. Of af en toe een één-op-één klant heb. Maar niet de hele week. Ja dat zijn echt kijken wat voor verdienmodel werkt in jouw leven zoals jij dat hebt geschetst. Hè? Dat het past erin. Dat je ook genoeg kwaliteit tijd over hebt om andere dingen te doen die je leuk wil. Want dat is waarin je meestal wil gaan ondernemen. Voor meer vrijheid. Dat je op de duur genoeg geld hebt om ook andere dingen te doen dan continu maar die headaches en ja, het werken moet niet als een druk voelen, weet je. Dus als het eenmaal alle puzzelstukjes in elkaar vallen, dan,
dan heb je ook echt tijd nodig om weer bij te komen. Dus 's avonds is bijvoorbeeld heilig voor mij. Dus na 7 uur werk ik gewoon niet meer. Nou, uitzonderingen daar gelaten voor een keer een webinar of weet ik veel. In het weekend ben ik altijd vrij. Uitzonderingen daar gelaten. En op vrijdagmiddag ga ik altijd heerlijk zwemmen met mijn vriend. Dus dan gaan we even alles van ons afspoelen. Dat vind ik ook heerlijk. Nou, je bent al goed op weg. Je hebt al duidelijke grenzen en ook je bedrijf zo ingericht. Dat voelt ook lekker in balans. Heel belangrijk, ja. Want anders, als je niet goed voor jezelf zorgt, dan... Want alles is mogelijk in deze tijd. Dus je moet keuzes maken. Ja. Hé, hey, goed zo. Ja. Nou ja, inderdaad, ben je al op een bepaalde leeftijd en dan vallen pas die dingen. En ja, eigenlijk zit het ook inderdaad... Zoek een coach. Zoek hulp. Weet je? Die net jou vanuit een andere kant bekijkt. Weet je? Omdat je zelf inzit. Ben je zelf onderdeel van het probleem. Hè? Dus je moet altijd iemand daarbuiten die helikopterview heeft. Hè? En dan zie je eigen valkuilen en alles. En dat is heel erg waardevol. Ja. Oh, ik weet nog wel wat... Toen ik zeg maar gewezen werd op mijn fouten tijdens coachingsprocessen. Weet je wel, zo van wat jij nu doet, Laura, kan je beter niet doen. Ik moest huilen. Ik dacht, oh nee, maar het is heel goed bedoeld. Maar zo kwam het niet over. Dus het is zo belangrijk om jezelf te laten coachen. Ja, ja. Dat haalt ook weer die harde schil ervan af. Weet je, dat je jezelf ook kwetsbaar mag opstellen. Dat je ook dingen mag leren. Zo belangrijk om je te laten coachen. Absoluut. Ja. I know. Hey, mooi dat je zo uit je passie en ook gewoon transparant. Dit is wat het is. Hè? Dit zijn de lessen. En dit is me. En hier sta ik voor. En zo ga ik verder op mijn pad. Weet je? Helder, focus. Dan, ja, dan zei ik het al van, dan komen we bij jouw missie, hè? Je leven al overvloed, het leven loopt al lekker. Je hebt meer tijd kunnen maken voor andere dingen dan alleen maar aan je business werken. Tijd besteden aan de mensen voor wie je dierbaar zijn. Het invullen, misschien ben je nog aan het sparen voor een cruise of voor nog een groot huis. Whatever. Internationaal, you never do. Oprah, weet ik wel. Dan kom je op een missie en dat is dan iets groter. Dan wil je een grotere impact maken buiten jezelf. Mm-hmm. Hè? Dus dan wil je andere vrouwen, andere jouw bijdrage teruggeven aan de wereld. Dat is jouw contributie. Van in welke manier, of is het spiritualiteit, zingeving, wil je zo'n impact maken in het leven van andere vrouwen? Mm. Ja, dat... Dat zouden eigenlijk mijn klanten moeten vertellen. Maar het is wel mooi om even kort een verhaaltje te vertellen over een klant van mij. Ik noem geen namen in verband met de privacy. Maar zij is coach en trainer. Zij wilde heel graag dat ik haar videostrategie ging opzetten. Met haar mee ging denken van hoe kan je nou video's inzetten. En gingen we samen dus haar video's maken in 1 dag. En dat was best een proces om dat allemaal op poten te zetten. En toen het eenmaal gelukt was, toen zat ze helemaal met tranen in haar ogen. En ze omhelsde me helemaal van, wauw, het is toch gelukt, het kan wel. Dus mensen denken vaak van, dat kan ik niet joh. Video's maken of zo de spotlight pakken. En je ruimte claimen en jezelf laten zien voor wie je bent en wat je waard bent. Dus ik krijg nu ook helemaal kippenvel daarvan. Ik merk gewoon dat het heel veel met mensen doet. Dus dat is blijkbaar wat ik te doen heb. Vrouwen echt zelf ook te laten ervaren. Van hoe waardevol je bent. En dat je voor jezelf mag opstaan. Ja. En jezelf mag laten zien. Dus omdat ik natuurlijk... Vooral werkt met fijngevoelige vrouwen die overal wel beren zien. Van dit moet goed en mijn haar moet goed en mijn tekst moet goed en mijn decor moet goed. En de flow van het item moet goed en zien ze me aankomen en wat zouden mensen ervan vinden. Bam, 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 bam. Dat gaan we allemaal gewoon nailen, weet je. Omdat het daar helemaal niet om gaat. Het gaat erom
hoe je wel in de spotlight, die spotlight kan pakken voor jezelf. En hoe je wel jezelf neer kan zetten. Nou, dat is gewoon te gek dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. En dat gaat niet over mij. Maar dat is vanuit het talent wat ik heb om vrouwen een stem en een gezicht te geven. Kort. Ja, ja. Zo mooi. Ja. Ja, inderdaad, wat je doet is dus eigenlijk dat verborgen, hè, dat verborgen potential van ben ik goed genoeg of ja, het is niks voor jou en ja. Weet je, je kan het niet. Eigenlijk bevrijd je ze eigenlijk. Ja. Dat, en dat komt naar buiten en dat zie je dus ook op de video's. Ja. En dat is een hele mooie bijdrage. Ja, want we hebben zoveel, we hebben een schatkist aan mooie informatie, waarden, verhalen, van alles, waardoor je jouw klanten kan triggeren in video's. Ja. En dat je mensen duidelijk kan maken wat je werkelijk wilt, wat jij werkelijk wilt bijdragen. Ja. En doordat ik help om dat te doseren op een natuurlijke manier, die echt bij die mensen past, ja, dan dat is gewoon gaaf dat dat kan. En dat voel ik heel erg dat mijn bijdrage is om dat op een leuke manier en niet op een zware manier te doen. Ja, ja, nee. Nou, dat is wel mooi. Ja, dan als je zo'n vertrouwen en in zo'n sfeer geeft van die veiligheid en ja, daar moet er wel iets moois uitkomen, Laura. Ja, ja. Ja, dat is wel gaaf, weet je. Ja. En wat ik ook gaaf vind, is dat bijvoorbeeld terug te horen van mijn klanten die dan zeggen van wauw, ik heb inderdaad vorige week een goede omzet gedraaid door jouw ideeën. Weet je, en dat is gewoon te gek. Ja, daar doe je. Dat geld, dat was ook een van mijn drijfveren. Van we moeten met z'n allen gewoon geld gaan verdienen. Want ik ben geen video's aan het maken voor de hobby. Nee, er moet echt resultaat uitkomen. Die mensen, die klanten moeten komen. Ja. En als ik dat terugkrijg, dan denk ik wauw, ik heb weer iemand echt geholpen. Ja, dat merk je nog meer in jouw missie, hè? Absoluut. Je dat krijgt, ja. Dat zijn de beste ambassadeurs ook, hè? Super. Ja, Laura, nou, je missie is helder. En zeker van, ja, als je terug zou kijken, hè, van die road die je allemaal hebt doorlopen, al die levels en strugglingen en hoe je daarmee bent omgegaan, hoe je weer opstond en vooruit ging. En hè, omdat je die visie had van, hey, ik wil het anders. Ik wil het beter. En dat is iets, is geen discussie over. Punt. Nou, dat is dus eigenlijk al een stukje legacy wat je aan het creëren bent. Mm-hmm. Hè? Alleen dan legacy van, hey, dan komen we aan het einde en je zou terugkijken. Ik zeg al, hallo, je moet niet wachten totdat je heen bent gegaan en dat op het grafsteen zie hier stond, dit hoor, hè? Oké. Maar ja, we zien ook, ja, daar heb ik het zeker over hele serieuze dingen, wat heel veel in families voorkomt. Hè? Veel ouderdom, hè? Mm-hmm. Ouders worden ouder, of het algemeen, wie dan ook. En dan zijn een hoop dingen niet geregeld, hè? En dan hebben ze altijd nog het gevoel van, ach, dat gebeurt niet bij mijn kinderen, of dat komt vanzelf. Maar ieder zijn leven verandert en juist in deze haastige wereld maakt niet iedereen ook tijd voor elkaar om echt gewoon je in de ogen aan te kijken en een gesprek. En, hè? Ja. Dus we raken elkaar zichzelf ook vaker kwijt. Hè? Ja. Maar ja, ik zorg voor bijvoorbeeld voor mijn moeder met dementie al jaren. Mm. En de persoon is er, maar ja, die valt dan weg. Maar dan zie je dat er ook daardoor ook families uit elkaar vallen. Of vrienden, of veel ouderen. Je komt daar in zo'n tehuis. Nauwelijks bezoek, jaren niet. En dan denken ze, hebben toch kinderen? Zijn ze allemaal zo slecht geweest? Crimineel, of weet ik veel wat? Mm-hmm. En dat was voor mij ook de drijfveer van, hey, wat is dit nou voor tendens wat ik zie? Mm-hmm. En dan zie ik ook van, alles wat je nu zaait, hè, op het moment dat je denkt van, hey, nu ga ik, ja, je weet ook nooit wanneer je gaat, hè, want mensen denken dat ze het eeuwig leven hebben. Morgen kan ook, ja. Ja, mm-hmm. Al is het over een bananenschil, no matter what, ja. Dus dan,
zeg ik altijd van, denk goed na nu dat je leeft over hoe wil je dat mensen jou herinneren? Hmm. Wat voor sporen, wat voor handtekening, wat voor verhaal wil je achterlaten? Yeah. En weet je, het is zo, als ik veel ouderen hoorde die denken, ik doe dit voor mijn kinderen, of ik doe dit voor dat, of ik bouw het zo op voor mijn kleinkinderen. En dan gebeurt helemaal niks mee. Hmm. Weet je? Nou, dan zouden ze om in hun graf draaien van, ja, mensen onthouden de dingen die juist fout lopen. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Al die weg ernaartoe van wat ze allemaal dachten te bouwen, is helemaal teniet gedaan op het moment dat ze heen gaan. Mm-hmm. En dan blijven die sporen. Voel je me? Ja, oké. Okay. Wat er allemaal gebeurt. Mm-hmm. Dus ik zeg ook van, wees duidelijk in alles wat je doet. Want dat wordt jouw legacy die je achterlaat. Mm. En ga niet op het laatst, ik zou dit nog willen doen, of had ik het maar zo gedaan, of bla bla bla. Ja. Wat is jouw legacy? Ben je al op het punt dat je daarover hebt nagedacht, bewust? Of ook alles wat je strooit en zaait, en mm-hmm. ja. Dat mensen dat oppikken? Of... ik denk dat je gewoon in de loop der jaren, dat dat ook een beetje kan vervormen, kan nog sterker kan worden, kan veranderen. Wat ik nu vooral voel is dat ik vooral dankbaar mag zijn. Weet je wel, van alle struggles die je hebt meegemaakt, ook met je ouders, ook ik met mijn ouders, maar dat ik wel heel dankbaar ben dat ik dankzij hun het levenslicht heb gezien. Snap je? Dat zij mij hier neer hebben gezet. En wat er ook gebeurd is, maakt niet uit. Ik ben blij dat ik er ben. En dat ik een bijdrage kan leveren aan anderen. Dus op een gegeven moment, je kan je ouders bijvoorbeeld van dingen de schuld geven, of situaties waarin je terecht bent gekomen de schuld geeft, maar wat wil je zelf? En wees niet bang om daar hulp bij te vragen. Dus vanuit dankbaarheid je eigen business gaan creëren, of je levensmissie gaan, of je leven in gaan vullen. Niet omdat je iets vanuit angst doet, of vanuit ondankbaarheid, maar juist van, hé, dat kan en dat mag, en dat ga ik nu gewoon zelf creëren, en wauw, dat ik dit allemaal aan het doen ben, gaaf. En dat je de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt misschien, dat je die ook gewoon daar laat. En dat je het helemaal op je eigen manier mag doen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat je dat op je eigen manier betekent niet dat je alles dus alleen moet doen. Dus vraag die hulp. Kijk waar je hulp nodig hebt. En zie dat niet als falen. Weet je, maar als mijn vader vroeger hulp had gevraagd om zijn business wel op orde te krijgen, ja, dan was het misschien heel anders gelopen. Maar het is gelopen zoals het is gegaan. En daar kunnen we niks meer aan veranderen. Dus hebben we van geleerd. En ik doe het op mijn manier. En wat hij wilde toen, deed hij op zijn manier. Dus dat is ook oké. Als je door wil gaan met je leven, dan moet je er zelf iets van maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor dit leven. En ja, want iedereen heeft een verhaal, denk ik. Hè? Iedereen heeft wel dingen van vroeger, of dat het je tegenhoudt, of kan ik dat allemaal wel, faalangsten, of weet ik het wat. Ja, laat het los. Ga er gewoon voor. Ja. Claim your fabulous business gewoon. Bam! Nou, Gil. Ja. Ja, dit is inderdaad een mooie boodschap. En dat is, weet je, het verleden is het verleden. Daar kan je niets mee doen. Je kan... Go for it. Weet je, ga er gewoon voor. Nu dat je nog de kans hebt elke dag. Hè? Je kansen. Weer een verloren tijd als je gewoon maar blijft doen wat je al die tijd deed. Krijg je ook steeds hetzelfde resultaat terug. Klopt. Je moet gewoon groeien en dat betekent naar de next level. Ja. En ik kan me ook best wel voorstellen dat mensen soms een beetje neerslachtig worden. Want dat heb ik ook van, hoe kom ik hieruit? Wat doe ik dan verkeerd? Maar stel die vraag niet keer op keer aan jezelf. Stel ze eens aan iemand die er wel verstand van heeft. En die je misschien wel kan helpen daarbij. Door is open te zijn. Hè? Ja, kwetsbaar op te stellen. Als ik kwetsbaar ben, hè, men denkt dat kwetsbaarheid is zwakte. Absoluut niet.
kwetsbaarheid is kracht. Je durft gewoon in het nu te zijn en je wil groeien, dus sta je open voor alles. Hè? Wat je maar vooruit helpt. Ja. Dat is kracht. Want dat zijn niet de beste stuurlui die aan de kant staan en wachten totdat. Nee, dat zijn degenen die in de arena zitten. Ja. En dan zijn er nog die mensen die dan zeggen van, oh, is het al wat, is het al wat? Die proberen jou weer terug in die emmer te krijgen waar je vroeger in zat, maar je bent eruit gesprongen. Ja, hun angst, hè? Hun angst. Hun angst projecteren ze op jou. Ja. Hoe heerlijk is als je dat gewoon van bevrijd bent, dat het dat, weet je, ik zeg altijd, het is net als je hebt raam, glas en het regen en al die druppels komen gewoon niet binnen, raak je niet aan. Tjoe, vallen gewoon. Ja, mijn rug op en mijn buik weer af. Nee, die ken ik nog niet. Eén oor in, ander oor weer uit. Laat het gaan, weet je, het is oké. En blijven lachen, shinen. En dat is, dat is wat je heeft gemaakt. De vrouw die je nu bent. Ja. En waarmee je groeit. Omdat je omringt met powerful vrouwen. Die daar zijn geweest. En die een visie hebben. Die vooruit willen. Ja. We luchten elkaar op. En dat is mooi. Die energie van jou. Laura, ken elkaar. Heerlijk. Ik ben ook zo blij om me ook met zulke vrouwen te omringen. Ja, want dan geef je echt die boels om door te gaan. Want in je eentje, dat is... Ja, je hoeft het niet alleen te doen. Nou, daarbij laten. Dat is ook helemaal niet leuk. Je wilt het samen is gewoon veel leuker. Dus dames, willen jullie echt meer zichtbaarheid? Je authentieke laten stralen? Hè? Goed voor je business, maar ook goed voor je zelfvertrouwen. Nou, Laura Elsma kan je sowieso vinden op Facebook. De video... Vakvrouw. Ja, ik ben inderdaad op Facebook. Je mag me toevoegen persoonlijk, maar je kunt ook naar mijn website gaan. Fabulousbusiness.tv. En daar heb ik ook een gratis videotraining. Voor vrouwen die video's maken heel spannend vinden. Dus, nou, ik zal zeggen, doe. Hey, bedankt Laura Elsman voor dit heerlijke, geïnspireerde en maar vooral authentieke story van jou. Hè? Van de vrouw die je nu bent. Echt. Luisteraars en kijkers. Er is altijd sunshine. Zoek het alleen op, hè, in je leven. Het is er. Dankjewel, Shirley. Hey, tot ziens en we zien elkaar gauw. Tot gauw. Doei. En dan zet ik Laura Elsman terug in de waiting room. Dankjewel. Zo mensen, dit was Laura Elsman. Dat is toch ook een hele story van wat je als kind binnen je gezin, hè, dus met haar ouders, haar lessen die ze heeft meegekregen om te komen waar ze nu is. En dat heeft haar kracht gegeven om door te gaan. En een ander leven te creëren die ze zelf wil. Nou, en daar gaat het uiteindelijk om, hè? Dus, me, myself, my life, my mission. En dat is een blauwdruk die ik sowieso hanteer in mijn Next Level Success Academie. Waar ik ondernemende vrouwen... het hoeft niet altijd voor je business. Het kan ook zijn voor een stichting of voor iets wat je in je leven nog wil creëren. Maar waar je niet de juiste mensen om je heen hebt. Nou, ik zou zeggen, blijf mij volgen. Shirley Deegman hier van Brazen Life Change Club. Tot ziens!